Roel Jansen is terug bij VVV na zijn schorsing. Miste hier de wedstrijd tegen Eindhoven vorige week. Nu terug in het elftal. Het gaat ten koste van Stan Hendricks. Die plaatsneemt op de bank. Al in de eerste minuut is er een kans voor VVV. Voor Martijn Berde met zijn gifgroene schoenen. Geen beste start voor de ploeg van Bob Peters. Helmondsport dat thuis al 4 wedstrijden niet meer heeft verloren. Hier is het bijna 1-0 van dichtbij. Roel Jansen en daarna overgekegeld door Kluskens. VVV sterker aan de wedstrijd begonnen. Wouter van der Steen, de keeper van Helmondsport, heeft het druk in de eerste 10 minuten. Dit is alweer de volgende aanval. Simon Jansen mee opgekomen. En in tweede instantie heeft hij hem klem vast. Van der Steen, de keeper en aanvoerder van Helmondsport, de huidige nummer 13 in de keukenkampioendivisie. Helmondsport heeft 4 punten minder dan VVV. Opnieuw de bezoekers. Smans, Van der Steen opnieuw met de redding. Het is wachten op de openingstreffer voor de ploeg van Rick Kruis. VVV dat niet echt op dreef is de laatste tijd. De laatste 3 wedstrijden slechts 2 punten. En vorige week moeizaam gelijk in de laatste minuut. 2-2 tegen Eindhoven. Voorzet van Verheijen. Die bal wordt daar niet getoucheerd, maar hij zit er wel in. Niet meer geraakt door Smans. Dus de treffer komt op naam van Tijmen Verheijen. Geboren Helmonder. Het lijkt buitenspel, maar dat is het niet. Want Kretschmer, de centrale verdediger van Helmondsport, stapt te laat. En dus is het een geldige goal. De derde in dit seizoen voor Tijmen Verheijen. Uit Helmond dus. 0-1. En dat is verdiend voor VVV. Sierra, de Belg. En die bal nog naast getikt door Van der Steen. Het is echt alleen maar VVV dat in de aanval is. Geen enkele kans in de eerste 3 kwartier voor Helmondsport. Teleurstellende wedstrijd dus voor de ploeg van Bob Peters. Smans met de actie bereikt Sierra. Elias Sierra. En goed keeperswerk van Wouter van der Steen. Uitwint VVV niet vaak. Slechts 3 overwinningen in dit seizoen buitenshuis op 10 november voor het laatst. Dat was in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. In de tweede helft begint Helmond weer slordig. Maar dat kun je ook zeggen van VVV. De tekorte terugspeelbal was van Berde en bijna raakgeschoten door Alvaro Marin. De Spanjaard die er onlangs nog 2 maakte in de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. Volgende mogelijkheid, bal van de lijn gehaald. Helmondsport bijt van zich af in de openingsfase van de tweede helft. Peters die met Helmond de laatste 2 thuiswedstrijden won. Tegen de Graafschap en NAC vorige week. 0-0 bij Groningen. Kansje hier voor Kozidis, de Griekse spits van VVV. Als Helmond in de tweede helft toch meer en meer in de aanval is. Vaker in de aanval is dan de bezoekers uit Venlo. Dit is Grooien. Was eerder dit seizoen trefzeker in de gewonnen wedstrijd in de Koel. Daar won Helmond met 4-0. En in die wedstrijd scoorde Schrooien tegen zijn oude club. En hier doet hij dat weer. En dan is het na iets meer dan een uur voetbal in Helmond 1-1. Het doelpunt voor de kattenmeppers. Schrooien weer trefzeker tegen zijn oude club. En dan is er misschien nog wel meer mogelijk voor Helmond Sport. Goed naar de buitenkant gespeeld door Kaars. Schot van Bram van Vlerken. VVV dus niet zo heel vaak in de aanval in de tweede helft. Niet zo dominant als voorrust. Maar dit is natuurlijk wel een enorme kans voor Kozidis. Hij kopt de bal eigenlijk recht op de keeper af. En moet daar natuurlijk veel meer mee doen. Dat had de voorsprong kunnen en ook eigenlijk moeten zijn voor VVV. Hier weer onderweg met invallen Robberechts. Robberechts, die bal nog getoucheerd. Zo
Zo is de tweede helft aantrekkelijk met kansen over en weer. Hoekschop van Schrooien, invallen Lorentzen. En ook dat scheelt niet veel. 10 minuten voor tijd zo'n beetje. Lorentzen die zich wel laat zien als invaller. Andere invaller was daar van Hoven. Dit is Amuzu. Redding, Delano van Krooi. Het is spannend in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Opnieuw Amuzu. Lorentzen kiest positie. Lorentzen, uitglijden van Ketting. Lorentzen en een hele noodzakelijke redding van Delano van Krooi. En dat is dan de laatste kans. Een gelijkspel bij Helmond Sport tegen VVV.